Hey paardenmeisjes, vandaag ben ik bij Sydney Schipper. Zij heeft een zorgbedrijf en ze helpt jongeren en kinderen die op een of andere manier vastgelopen zijn. Denk hierbij aan een burn-out, kinderen die lang thuis zitten, autisme, gedragsproblemen. En Sydney die helpt ze. Ze heeft hier dagbesteding, ze geeft workshops, ze geeft paardencoaching. Nou, ze doet dus van alles en het is allemaal met en bij de paarden. We gaan wel met haar mee op pad. Hey Sydney, goedemorgen. Hey Sanne, welkom op ons bedrijf. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ik ga vandaag met jou mee op pad. Ja, kom binnen. Ja, ik ben benieuwd. Hey Sydney, kun je mij vertellen wat je hier allemaal doet? Ja, wij werken hier met voornamelijk autistische kinderen en kinderen met gedragsproblemen en thuiszitters. Daar bieden wij dagbesteding aan en individuele begeleiding. En voor de kinderen die dat nodig hebben, geven wij paardencoaching. En wij kunnen voor grotere groepen kunnen wij ook workshops geven. En dat doen we allemaal hier in Bassinghoren. We zitten hier op een prachtige locatie, lekker buiten. We zitten in het voedselbos. Dus we laten jullie straks ook wel even een stukje zien. En we hebben een hele grote rijbak waar we dus de parcours kunnen lopen met de kinderen. Waar we zelf kunnen rijden, maar ook waar we kinderen de basis kunnen leren van het rijden in de paardencoaching. We hebben een grote longeerkraal waarin we heel veel met de paarden spiegelen. En waar we de kinderen dus echt leren zichzelf te zijn. Als het paard spiegelt je zo goed herkent wat hij wil zien, dat de kinderen groeien, waardoor ze nog beter herkennen hoe ze overkomen op iemand anders. Het paard leeft in het nu en laat meteen zien of hij iets fijn vindt of niet. Als het paard iets prettig vindt, blijft hij bij je. Als je het niet prettig vindt, loopt hij van je weg. We willen heel graag een vriend zijn met het paard. En in die vriendschap willen we laten zien dat je wel de leider mag zijn. Daardoor groeien de kinderen, krijgen ze meer zelfvertrouwen. Waardoor het makkelijker gaat op school, waardoor ze makkelijker vrienden kunnen krijgen. En waardoor ze beter in hun vel komen zitten. Met de dagbesteding doen we heel veel. Helpen ze ons met de klusjes rondom de paarden, het verzorgen van de paarden. Hoe ga je met paarden om? Wat hebben de paarden nodig? Helpen met palen neerzetten, touwtjes spannen, bomen snoeien, de vruchten uit het voedselbos plukken. Eigenlijk van alles wat er aan te pas komt op de dag. Tijdens individuele begeleiding werken we echt één op één met de kinderen. En daarbij wordt echt gekeken wat heeft het kind op dat moment nodig. Vanuit daaruit wordt er dus gekeken van wat er een plan gemaakt, wat heeft het kind nodig. Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat de kinderen hier komen met plezier, dat ze blij naar huis gaan en dat ze gevoel hebben dat ze wat geleerd hebben. En of dat nou iets is over hunzelf of over de paarden, dat ze met positieve feedback naar huis gaan. Dat is wat wij het allermooiste vinden. Wij passen verschillende leermethodes toe. Wij gebruiken heel veel de anders leren met paarden methode. Dat is een methode die we gebruiken voor kinderen om beter te worden in het onderwijs. Heel veel kinderen vallen uit in het onderwijs of vinden vakken moeilijk. Door het in te zetten bij de paarden kunnen we ze bijvoorbeeld helpen met rekenen of met spelling of met taal. En daarbij worden ze zelfverzekerd in de klas. Het paard helpt ze om de sommen, bijvoorbeeld met rekenen, de sommen goed uit te kunnen rekenen. Het fijne daarvan is dat ze het samen met het paard doen. Dus ze staan er niet alleen voor. We doen het buiten, lekker in de buitenlucht. De bewegingen van het paard en doordat de kinderen in beweging zijn, worden ze aangezet tot leren, maar ze zijn ook fysiek lekker bezig. Als ze dan op school zitten en ze zien de sommen, dan denken ze terug aan ons, aan mij, aan het paard, aan de omgeving. En dan kunnen ze die sommen veel beter onthouden en ook veel beter hun sommen uitvoeren, waardoor ze zelfverzekerd worden in de klas, waardoor het allemaal veel makkelijker gaat. Daarnaast hebben we de horseboard-methode. De methode die is opgericht door Rupert Isaacson. De methode zetten we heel veel in de coaching. En wat daarbij heel fijn is, is dat vooral met autistische kinderen, die staan vaak in de vluchtmodus. Die zijn gespannen. En door eigenlijk met het paard in beweging te komen, of dat nou op het paard is of naast het paard, waardoor de beweging komen ze tot ontspanning. Als ze tot de ontspanning komen, komen ze tot leren. Als ze tot leren komen, kunnen we ze dus nieuwe dingen aanleren. Het fijne is dat we dat kunnen combineren met bij ons ontspannen en iets nieuws aanleren. Door bijvoorbeeld weer de anders leren paardenmethode in te zetten. Of ze kunnen thuis verder leren of op school. Doordat ze hier de rust vinden en de ontspanning vinden, is dat voor de kinderen heel fijn. Het is een methode die eigenlijk voor alle leeftijden kan, maar wij richten ons voornamelijk op de kinderen en de jeugd.
Ja, en het fijne is ook dat de paarden hebben een rustigere hartslag dan wij mensen. En ze hebben een hele grote, ja, zeg maar, frequentie. De rand waarmee ze hun hartslag kunnen verspreiden. Waardoor ze eigenlijk degene die in hun cirkel komen, in hun frequentie komen, kunnen ze de hartslag ook laten zakken. Dus als je heel gestrest bent, dan, ja, eigenlijk zou het paard tegen je zeggen van, hey, kom even bij mij, even je hartslag laten zakken, even rustig worden. Maar dat hebben we niet door, want het gaat eigenlijk automatisch. En omdat we zo fijn, vinden bij de paarden en zo graag bij de paarden willen zijn, gebeurt dat bij ons automatisch. Maar wij zetten dat in de coaching dus heel bewust in. Dat ze mensen echt met het paard gaan ademen, met het paard meezakken in de hartslag, in de ademhaling. Waardoor de rust komt, waardoor de ontspanning komt, waardoor ze zich, ja, heel fijn voelen. Hoe kom ik in contact met jou? Ja, je kunt contact met mij opnemen door onze website. Daar kun je onze gegevens vinden. Kun je even bellen of een berichtje sturen. Wat is je hulpvraag? Waar kunnen we je mee helpen? Eigenlijk is iedereen bij ons welkom. En we kijken dus heel erg ook voor wie er dan geschikt is als begeleider of als coach voor jou. En we willen eigenlijk altijd met iedereen kennis maken. Want pas met een echte kennismaking, als je elkaar fysiek ziet, dan pas kun je echt beslissen van, we kunnen wat voor je betekenen. Wij vinden het belangrijk dat er een gevoel ontstaat. Een gevoel van dat we je kunnen helpen en dat jij bij ons geholpen wil worden. Hey Cindy, kan je mij een rondleiding geven? Ja, tuurlijk. Ik ben heel nieuwsgierig. Kom mee. Bij Sanne, kijk. Ja. Wij hebben hier... Het ziet er nu niet zo heel mooi uit. Maar dit was vroeger het paardenzwembad. Oh! Dus de paarden kwamen vanaf de rechterkant, konden ze het water inlopen. Ja. En dan konden ze zo doorlopen helemaal naar het einde. En op het einde werden ze dan gekeerd. En dan konden ze dus weer terug. Oh, wat goed. Ja. Je hebt misschien wel eens het paardenzwembad ook gezien. Aquatraining bij de aquatraining. Ja. Nee, dat hadden ze hier dus zelf op het erf. Oh. Ik dacht dat je gaat zeggen, je moet over dat ding heen lopen nu. Nee, dat is niet meer veilig. Dat gaan we niet doen. Misschien dan gaan we het een keer repareren, ooit in de toekomst. Zo en dan zouden we het kunnen proberen. Ja. Kom ik eens zwemmen. Ja, nou, daar kom ik. Ja. Ik laat jullie even onze poetsplaats zien. Ja. Kunnen we hier naar binnen. Water, poetsplaats. Dus met de kinderen halen we de paarden uit de paddock vandaan. Dan wordt het paard hier lekker gepoetst. En eventueel opgezadeld of alleen gepoetst. En dan dus meegenomen naar de rijbak of naar de longeerkraal. Ja. En we hebben hier ook het geluk dat we hebben een binnenruimte. Mm-hmm. Waar de zand in komt. En dat we dus kunnen gebruiken als een kleine binnenbak. Ja, dus ideaal. Als het slecht weer zijn, dat eigenlijk altijd de paardencoaching door kan gaan. Ja. Ook konijnen. En het fijne is, ja, eigenlijk net als met de paarden, de konijnen kun je heerlijk knuffelen. En staan ook open voor je. En voor de kinderen heel fijn dat ze zich even kunnen terugtrekken, dat ze even bij de konijnen kunnen zitten. Ze zitten nu nog binnen, maar we gaan een heel groot buitenhok maken, zodat ze lekker buiten kunnen rennen. Nou, wat leuk. Die is echt leuk. Het leuke hier is dat wij hebben voor alle paarden een eigen kast. Alle paarden hebben een kleur, waardoor we dus weten als het kind bijvoorbeeld niet kan kiezen welk paard hij wil, omdat hij de naam niet kan zeggen, kan hij bijvoorbeeld wel naar het kastje lopen. Of hij kan het halster pakken die bij het paard past. Eigenlijk aan de hand daarvan weten wij welk paard het kindje graag wil voor de begeleiding. Ja, hier lopen we zo naar de coachruimte toe. Oké. De coachruimte gebruiken we dus voor de paardencoaching of voor de individuele begeleiding. Mm-hmm. En dan kun je echt even terugtrekken. Dan kun je even in alle rust kun je even zitten, even een kopje thee drinken, een kopje koffie. Dan kun je echt even goede gesprekken houden. Waar je even niet alle prikkels van buiten bij wil hebben. Ja, het valt me sowieso op dat het hier heel rustig is. Dat is fijn. Ja, we willen ook echt prikkelarm zijn en dat is buiten en tussen de vogels en in de natuur. Lekker prikkelarm, rust, dat is voor heel veel kinderen en volwassenen heel fijn als het rustig is. Cindy, super bedankt dat ik met je mee mocht lopen. Ik vond het heel interessant.
Ik heb heel veel geleerd en ik kom zeker nog een keer terug om te zwemmen. Nee. Ja, superleuk dat je er was. Ja, en heel veel succes hè, met alle kinderen die je helpt. Ja, dankjewel. Oké, goed. Doeg! Doeg!